Gordon blijkt opnieuw niet bereid om de confrontatie aan te gaan met zijn critici in het programma Vandaag Inside. De zanger en presentator zou volgens berichten zijn eis voor een duur orkest hebben gesteld als voorwaarde om deel te nemen, wat de situatie verder ingewikkeld maakte. Dit is niet de eerste keer dat Gordon terugschrikt voor een ontmoeting met zijn critici. In 2019 kanselde hij op het laatste moment een confrontatie met Angela de Jong bij de Wereld Draait Door. Ook nu liet hij vandaag in links liggen, ondanks een toezegging aan tafelgast Olje Gulsen. De verwarring begon bij Jeroen en Sophie, waar Gordon aanvankelijk leek te onderhandelen om het programma vandaag in te vermijden. Echter, tijdens de show sprak hij er zelf over en ontstond er een discussie. Na een voorstel van Olje om Gordon uit te nodigen bij vandaag in leek hij enthousiast. Maar volgens Olje trok zijn manager later aan de rem, wellicht voorzien van mogelijke complicaties. Johan Derksen uit zijn ongenoegen over Gordes gedrag en noemt het laf. Hij suggereert dat Gordes de kans had om iedereen te verrassen met zijn zangtalent, maar dat hij ervoor koos om terug te krabbelen. Wilfred Gene voegt toe dat Gordes blijkbaar alles deed om te voorkomen dat hij zou verschijnen. Het eisen van een duur orkest was een extra hindernis, al was er volgens Wilfred geen ruimte voor zo'n grootschalige opzet in de studio. Volgens Evert Santegoets was het orkest slechts een excuses van Gordes om zich terug te trekken. Hij vermoedt dat Gordon te nerveus zou zijn geweest voor een auditieachtige situatie. Collega William Rutte stelt voor dat Vandaag Inside het budget voor het orkest had moeten vrijmaken, maar de reden voor de afzegging bleek eerder ruimtegebrek dan financiën. Gordon riep nog dat hij een klus had in België, wat volgens Wilfred Gené met enig scepticisme werd ontvangen. Het blijft echter onduidelijk of dit daadwerkelijk het geval is. De verwarring en teleurstelling lijken te overheersen in de nasleep van Gordon's onverwachte afwezigheid bij Vandaag Inside.